ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Juffenweek vlog. Het is vandaag maandag 18 september. En als je er heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Ik ben een klein beetje schor. Ik heb ook een klein beetje last van mijn keel. Dus ik hoop dat het een beetje weg gaat trekken en dat het gewoon is omdat het ochtend is. Maar we hebben weer een nieuwe week. En ik heb er zin in. Mijn computer opstarten. Vrijdagmiddag was ik een dagje wat vroeger naar huis. Ik heb ook best wel een druk weekend gehad. Dus ik moet nu nog heel eventjes gaan voorbereiden. Dus ik ga eventjes kijken naar mijn lessen. Oké. En dat ga ik nu eventjes voorbereiden. En ik heb het bord al in orde gemaakt. Dus dat is echt helemaal top. Oké, nummer 4. Zou iedereen financieel iets willen bijdragen aan het goede doel? Schrijf op financieel. 5. De opdrachten in het leerwerkschrift moeten individueel gemaakt worden. Schrijf op individueel. Als het goed is, heb je nu met jouw groepje een heel klein toneelstukje, een stukje wat je gaat laten zien zonder tekst, waarin je een emotie gaat uitbeelden. Dat kan zijn verdrietig, dat kan zijn tegenzin, het kan zijn boos, het kan zijn bang, trots, verrast, ontspannen en blij. Zometeen komt het eerste groepje, mag het op de plek gaan uitbeelden of voorin. Als je het weet, steek je je vinger op, maar je gaat het niet hardop zeggen. En kijk naar het emotiewiel. Wat denk je? Zou er een groepje willen beginnen? Zo, het is maandagmiddag en het is 4:15. Ik heb echt mega veel gedaan. We hadden net vergadering en ik moet eigenlijk nog wat dingen doen. Maar ja, dat ga ik dan morgenochtend doen. Soms heb je echt van die lange dagen en je wil als leerkracht echt om 5:00 weg, maar dat kan niet altijd. Dus daar moet ik helaas nog een beetje aan wennen. Want het is gewoon allemaal heel anders en veel. Dus ja, nog de laatste dingetjes doen. En dan eindelijk lekker naar huis toe. Good morning. Het is vandaag dinsdag 19 september. Ik heb echt een heel leuk outfitje aan, vind ik zelf. Namelijk dit giletje met een wit shirt en een witte broek. En vandaag is weer een nieuwe dag. Mijn klas is lekker schoongemaakt. En we gaan er weer vol voor. Zo. Even mijn computer opstarten en alles klaarleggen. Huppakee. Nou, het is vandaag Prinsjesdag. En wij hebben een koffertje gekregen, namelijk deze. En dat is van de derde kamer. Dat is dus een methode voor de basisschool. En dat gaat dus allemaal over Prinsjesdag, maar dan kan je dus ook met de klas een debat voeren en stellingen en allemaal dat soort dingen. En dat gaan we dus vandaag ook doen. We gaan ook even een stukje van Prinsjesdag bekijken online. En ik moet nu nog eventjes mijn spulletjes klaarmaken en het bord in orde maken. Ik ga wel eerst even het bord doen. Dan heb ik dat maar alvast gedaan. Soms doe ik ook dat ze al het huiswerk moeten inleveren. Heel vaak doe ik het gezamenlijk nakijken. Nu heb ik het nagekeken. En nu ga ik het huiswerk allemaal weer uitdelen. En dan mogen ze ook echt alle foutjes verbeteren. Dus soms kijken ze het zelf na, maar soms kijk ik het ook na. Dus ik ga het nu weer eventjes uitdelen. Ik wist niet helemaal zeker of ik het zin had, maar ik zag gespaaien. Professionals in de uitvoering en meer oog te hebben voor de uitvoerbaarheid. Mark Rutte. Good morning, het is vandaag woensdag.
En lekker weer een korte dag. Volgens mij zeg ik dit echt elke week. Ik heb dus gisteren mijn vlog geëdit. En hij is weer echt heel erg leuk geworden. Ik ben best wel blij. Want het is nu de derde keer op woensdag om 4 uur dat ik een video heb geplaatst. Dus het gaat goed. Ik heb net een samenwerking gefilmd met Parfumado. Dat is voor TikTok. Maar ik heb een kortingscode. Dus als je het wil gebruiken is voor de eerste maand 50% korting. En ik heb dus deze maand Good Girl. En de andere ben ik even vergeten. Maar ze ruiken echt heel lekker. Dus ik denk dat ik ze eventjes hier in mijn laag ga doen. Want dan kan ik ze ook gewoon op school gebruiken. Ik ga eventjes verder met mijn lessen voorbereiden. En misschien kan ik het even filmen hoe ik dat doe. Gisteren was het Prinsjesdag en we hebben best wel veel in de klas bekeken. En we gaan dus vandaag een debat voeren. We hebben het hele boekje gedaan van alles over de Tweede en de Eerste Kamer. En we gaan dus nu een debat voeren. Er zijn 3 partijen. We hebben roze, blauw en groen en ze hebben allemaal een stelling. En ze gaan dus argumenten bedenken voor hun stelling. En dan gaan we dus debatteren in de klas. Wel heel erg leuk. Ik ga nu eventjes het bord in orde maken. Ik wacht tot het helemaal stil is. Gisteren hebben wij les 6 gedaan. Er waren 5 kinderen die het heel goed hadden gedaan. Die kinderen weten dat al. De rest moet straks les 6 even verbeteren. Voordat we dat gaan doen, een zelfstandig naamwoord. Wat is dat? Een zelfstandig naamwoord. Komt uit groep 5. Mens, dier of ding. Heel goed. Een lidwoord. Lidwoord. Zeg nog een keer. Nog een keer. Een werkwoord. Ja, werken. Iets wat je kan doen. Een bijvoeglijk naamwoord. Hoog. Heel goed. Een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord. Kijk naar de foto en lees de zin. Zet alle woorden uit de zin op de goede plek in de tabel. Dus je moet alle woorden gebruiken. In 1963 was ik de eerste vrouwelijke astronaut en verbleef ik 3 dagen in de ruimte. Het woordje in. Wat is dat? Een voorzetsel, heel goed. Dus je kan het woordje in hier schrijven. 1963, wat is dat? 1963. Een telwoord, dus die schrijf je bij telwoord. 1963. Oké, afgelopen dagen, maar ook vorige week zijn wij bezig geweest met het boekje van de Derde Kamer. Hierin hebben we al heel veel dingen geleerd over Prinsjesdag. Maar ook wat er allemaal belangrijk is in de Eerste en Tweede Kamer. Vandaag gaan wij een debat voeren. We hebben natuurlijk roze, we hebben blauw en we hebben groen. Jullie horen samen in een fractie. En jullie hebben ook allemaal een eigen stelling. Roze heeft de stelling: scholen worden afgeschaft, voortaan krijgt iedereen thuis les via de computer. En als het goed is, heeft jouw hele groepje al 1 argument opgeschreven waarom dat een goed idee is. Blauw heeft: scholen moeten verplicht les geven over gezond eten. En als het goed is, hebben jullie ook een argument opgeschreven waarom dat een goed idee is, waarom dat het beste is. En de groen heeft ook opgeschreven: alle gevangenen moeten een asielhond of kat nemen om daarvoor te zorgen. En jullie hebben, als het goed is, ook een argument opgeschreven. Jullie gaan zo meteen in jouw groepje, dus met jouw partij, gaan jullie die argumenten onder elkaar zetten. Dus 1 iemand gaat schrijven, dus je schrijft er even boven welke partij, en 1 iemand gaat schrijven. Jullie gaan bespreken wat zijn nou de beste argumenten. Wat denk je dat een goed idee is? Met jouw partij ga je 3 argumenten opschrijven. In ieder geval 3. Mogen er ook meer zijn. Waarom jouw stelling de beste stelling is. Welkom bij het debat. We hebben hier roze, blauw en groen die straks met elkaar gaan debatteren. Elke fractie heeft 3 minuten de tijd om zijn stelling te vertellen. En daarna mogen ook nog andere partijen daarop reageren. We hebben de regels al besproken. Dus hierbij open ik het debat. Team Roze, wie doet het woord als eerst? Is er iemand die daarop wil reageren?
Het is woensdagmiddag. We hebben vandaag een debat gedaan. Dat was echt super leuk. Een aanrader om te doen in de klas. Met stellingen. En nou, het was gewoon echt heel erg leuk. Dus daar ben ik blij mee. En ik denk dat ze er op zich ook wel veel van hebben geleerd. En verder was het een hele korte dag. Ik ga nu eventjes wat dingen doen. Want ik wil dingen wat beter organiseren. Want ik heb nu best wel veel dingen, lijstjes. En ik wil gewoon eigenlijk in één boek. Ik zal het gelijk even laten zien. Zo. Nou, ik heb hier dus mijn map met mijn rooster. Maar daar wil ik eigenlijk geen to-do dingen in. Dan wil ik in mijn agenda echt alleen dingen wanneer ik afspraken heb. En hierin, dit is dus eigenlijk een planner. Maar hier kan je dus notities inzetten. En hier wil ik dan eigenlijk notities inzetten. Dus ook to-do-lijstjes. Dus hier doe ik notities. En mijn to-do-lijstjes kan ik dan hierin doen. Deze is van de HEMA. Echt super fijn. Dus dat ga ik nu eventjes goed ordenen. Morning. Het is vandaag donderdag. En ik heb vannacht mijn haar gekruld met de Heatless Curls. Op zich is het best goed gelukt. Het regent alleen echt mega hard. Dus ik heb even capuchon opgedaan. En het zit eigenlijk nog helemaal top. Ik heb vannacht heel slecht geslapen, dus ik ga eventjes een koffietje nemen. Normaal drink ik dat niet, maar soms vind ik het wel fijn om te doen. Zo. En ik ga nu even het bord in orde maken en alles klaarzetten. Zo. Eerst even dit in orde maken. Nou, we hebben een les over historische boeken. Het strand gaan, hebben we wel zonnebrand nodig. Schrijf op zonnebrand. En denk goed na. Van de zon is er maar één. Dus hoe schreef je het dan ook alweer? Als er een baby is geboren, krijg je thuis een geboortekaartje. Schrijf op geboortekaartje. Geboorten en geboortes. Twee meervouden. Dus je schrijft geen tussen-en. Wij drinken bij het ontbijt altijd vruchtensap. Schrijf op vruchtensap. Oké, het is inmiddels donderdagmiddag. Het is donderdagmiddag. Er zat net iets in mijn oog. Dat ga ik er even uithalen. Zo. Nou, de knutselwerkjes hebben ze afgemaakt. Dus die hangen nu hier heel erg cute. Zo heb ik wat versiering in de klas. Vindt ze heel erg leuk geworden. En iemand uit de klas heeft ook al het bord in orde gemaakt. Dus dat is super fijn. En morgen gaan we allemaal iets roze aandoen. Dat hadden ze gevraagd in de klas. De meiden. Dus ik dacht, nou, ik doe morgen mee. Dus we gaan dat morgen doen. Met mijn ogen aan de hand. En ik ga nu lekker naar huis. Ik heb dus niet heel veel gefilmd. Ik zal beloven dat ik morgen wat meer zou filmen. Ik moet nog even een knutselopdracht bedenken van morgen. Of een tekenopdracht, dat kan ook. Maar ga ik afsluiten. Want ik ben echt super moe. Of ik ga nog heel even. Ja, ik ga dat nog even doen. En dan ga ik afsluiten. Good morning. Het is vandaag vrijdag. De laatste dag voor het weekend. En mijn klas heeft gevraagd. Ze beginnen straks bij de gym. Of we met de hele klas wat roze kunnen doen. Dus ik heb me aan het thema gehouden. Dus ik heb wat roze aan en ik ben heel benieuwd wie dat ook voor mij heeft. Nou, ik wil dus heel graag deze knutselopdracht gaan doen. Dus daar ga ik nu even mijn spulletjes voor klaarzetten. Deze vind ik ook heel leuk. Die we gaan doen.
We gaan straks een luchtballon maken in de lucht. Maar het lijkt nu een beetje van, hoe doe je dit? Maar het is niet heel moeilijk. Maar er zijn 3 stappen die je moet doen. En het zou kunnen dat je dat niet allemaal vandaag kan doen. Dat is ook niet erg. Het hoeft niet vandaag af te zijn. Maar er zijn 3 dingen die je moet doen. Als eerst heb je de achtergrond. Je krijgt van mij een wit blad. En op dit witte blad ga jij de achtergrond maken. Je mag het blad zo houden, je mag het ook zo houden. En je gaat daar een lucht maken. Die lucht gaan we maken met waterverf. Hier in de tussenruimte hiernaast liggen kranten. En daar kan je op water verven. Waterverf is eigenlijk heel simpel. Je maakt je kwast een beetje nat. Er liggen van die doekjes daarbij. Dan maak je je kwast een klein beetje droog. En dan ga je in de kleur die je wil. En dan breng je het aan op het papier. En als je een andere kleur aanbrengt, dus bijvoorbeeld wat ze hier hebben gedaan met rood en geel en oranje en geel, dan loopt het in elkaar heel mooi over. Dus jij kan kiezen wat voor soort achtergrond wil je. Je mag van mij ook iets met blauw en groen doen. Of je mag even op internet zoeken. Want de lucht hoeft niet altijd rood-geel te zijn. Je hebt soms ook andere soorten licht. Andere soorten lucht. Jullie snappen wat ik bedoel. En je hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld het noorderlicht. Als je zoiets wil maken, zou dat ook kunnen. Je mag zelf kiezen. Er kunnen 5 kinderen tegelijk in de tussenruimte dat doen. Als je dat blad af hebt, dan mag je hem op deze kast leggen, hier zo, of op de kast daar tegenover. Want dan kan die daar drogen. Zo'n blad kom je bij mij halen, want dan schrijf ik je naam op de achterkant en dan op de voorkant kan je dat maken. Want het is wel belangrijk dat je naam erop staat, want dit lijkt een beetje op elkaar. Nou, dat is eigenlijk de achtergrond. Dus het zou kunnen dat je die vandaag nog niet kan maken. Maar ik probeer eigenlijk wel iedereen dat te laten doen. De achtergrond. Dan hebben we nog de luchtballon. Voor de luchtballon. Je mag een wit blaadje pakken en hem helemaal zelf ontwerpen. Als je dat leuk lijkt. Ik heb ook wat soort van kleurplaten gevonden van luchtballonnen. Dus je mag er ook zo één kiezen. We zitten wel in groep 8. Dus ik ga het niet accepteren dat je hem helemaal blauw of helemaal rood maakt. Je gaat er wel echt even over nadenken. Je mag dat ook op internet opzoeken. Dus een leuk patroon, misschien wel met een quote, met een bepaalde boodschap erachter. Ik wil wel echt dat dit er mooi uitziet. Ik heb er ook nog meer. Dus ik heb deze. Ik heb een iets kleinere. Ik heb er een met een hartje. Ik heb er zo één. Maar je mag ook dus zelf eentje ontwerpen. Je mag er van mij ook 2 maken. 2 kleinere als je dat leuk lijkt. Dat mag je ook doen. Dat is eigenlijk stap 2. Dat maak je gewoon met stift. Dus niet met potlood, maar met stift. Je kan wel eerst met potlood het ontwerp maken. Maar dat doe je uiteindelijk met stift. In jullie kast liggen ook pakjes stiften die jullie kunnen gebruiken in de stiftenlaag. Nou, dan is er nog één deel. En dat is dat zwarte wat je daar ziet. En dat is eigenlijk een soort achtergrond. En je kan dan kiezen, ga ik huizen doen, gebouwen, een berg, iets anders. Misschien, ja, wat zou er nog meer kunnen zijn? Een molen, ook of een kerk, of een mooi gebouw. Of misschien wel de Eiffeltoren of de Toren van Pisa. Je krijgt daarvoor een zwart blaadje. Iedereen krijgt er 1, dus je hebt 1 kans om dat te doen. En daar kan je dus iets mee maken. Je mag ook losse dingen maken wat je zelf mooi vindt. En dan volgende keer als je achtergrond is opgedroogd, kunnen we alles erop plakken. Okay. Ja. Ik heb ook een passer als je wil. Het is vrijdagmiddag. De kinderen zijn naar huis. Volgens mij had ik nog niks gefilmd. Volgens mij heb ik sowieso deze week niet super goed gefilmd. Ik ben heel even een verslag aan het versturen. En we zijn dus begonnen met de knutselopdracht. Volgens mij vonden ze het wel echt heel erg leuk. Dus daar ben ik blij mee. Nog niet iedereen heeft het af. Want het was best wel een grote
opdracht. Ik moet even één keer kijken hoor. Dus ik ben nu nog even de laatste dingetjes aan het doen. Het bord is in orde. En er zijn dus al een aantal kinderen die een begin hebben gemaakt. Kijk, hier zijn al wat luchtballonnen. En hier zo liggen de tekeningen onder. Die heb ik even hier opgedaan. Want het papier gaat een beetje kreukelen. Dus hier hebben ze de achtergrond gemaakt. Die ga ik nu even weer goed leggen.